dat je kijkt naar mijn hobby YouTube kanaal. Ik ben wat shoplogs aan het opnemen. Dat gaat per organisatie apart. Dan blijven het lekkere korte filmpjes. Dat vind ik fijn en dat kijkt makkelijk weg, zeg maar. Ah, er loopt iemand met een oranje shirt op de Olympische Spelen. Ja, dat zal Patrick Hoes zijn, maar ik weet nog niet wat hij gewonnen heeft. Het ziet ernaar uit dat hij brons heeft gewonnen op de 10 kilometer. Nou, toch weer een medaille. Oké, ik heb wat besteld bij Colourpop. Colourpop. Uit Amerika dus. Want het is hier verder nergens verkrijgbaar. Er zijn ook niet leuke websitejes die dat voor je doen. Wat een drama. Ik heb er bijna een maand op gewacht. Ook ik heb in december heb ik wat bij Elf besteld. Bij Elf zelf. Dat komt dus ook uit Amerika. Dat was hier serieus met anderhalve week. Serieus. Met anderhalve week. Ja. Heb ik niet voor hoeven bijbetalen. Ik heb het idee dat er een distributie iets is in Europa van Elf. Maar dat weet ik niet zeker. Mijn pakketje kwam uit Almere. Maar Colourpop. Serieus. Het duurde volgens mij al een goede week voordat ze het verstuurd hadden. Dan krijg je allemaal van die stapjes steeds van DHL waar het blijft. Toen heeft het hier... is het een goede week onderweg geweest? Heeft het 2 weken bij de douane gelegen? Toen is het hier naar een PTT of een PTT TNT-punt gegaan, PostNL-punt, en moest ik 20 euro bijbetalen. Maar dan kreeg ik een berichtje van PostNL dat mijn termijn om online de inklaringskosten te betalen voorbij was. Toen dacht ik heb helemaal nooit iets gehad. Het ging heel raar. Maar goed, ik heb het. En wat heb ik dan? Ik heb een Lippy Stix. Het komt uit Santa Monica, zie ik nu. Zit het daar in Santa Monica? Dat ligt toch bij de LA? Volgens mij is dat vlakbij waar Dennis een tijd gewoond heeft in zijn jeugd. Volgens mij was dat Santa Barbara, maar... Een Lippy Stix in de kleur Oh Snap. Dat is zo'n updraaiding in een soort Dusty Rose-achtige kleur. Komt allemaal voorbij in een speed review of een kleine review of wat dan ook. Dan heb ik de Stix Blush. Het is wel een super cute doosje. Dit is echt wel... Hier zou ik het doosje van bewaren, denk ik. En daar komt dan ook zo'n hele mooie stick uit. In dezelfde soort Dusty Rose-achtige, nude-achtige kleur. Het is wel fijn dat je alles echt dicht moet klikken, zodat het zeg maar goed blijft in je verpakking. En wat heb ik nog meer? Ik heb een chick. Het is nog vroeg en ik heb pas 1 kopje koffie op. Dit is helemaal niet vroeg. Maar goed. Chick Do Serum Blush in de kleur. Starfruit? Is dat de kleur? Ja, dat is de kleur. Starfruit. Hiervan heb ik het doosje kapot gemaakt. Toen ik het open wilde maken. Want ik maak het natuurlijk altijd even open. Want ik ben te nieuwsgierig. Ik heb een Super Shock Shadow gekocht. In de kleur... Bil. Een matte. Ik hou van mat. Maar als je erin zit, voelt het niet helemaal mat. Het voelt alsof het nattig is. Het is een soort mauve kleur. Een beetje neutraal.
Jammer dat het een wit doosje is, want als ik hem nu weer draai, dan is hij gelijk malvlugger. Het voelt niet als... Het is natuurlijk een potding en het is een creamy eyeshadow. Maar het voelt een beetje... Het voelt koud. Ja, weet ik niet. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Het voelt koud. Dan heb ik een Super Shock Cheek gekocht. Ja, Super Shock Cheek in de kleur Brood Vloed. Heel mooi, kleurt ook mooi. Deze is het, deze. Dus ik ben hier heel benieuwd naar. Ik dacht, ik ga wel eens een keer weer wat anders proberen dan de merken die ik altijd probeer. Dan heb ik een Face and Body Bronzing Balm gekocht van Soul Body. Ik krijg allemaal berichtjes van mijn man en mijn zoon. Dat ziet er zo uit. En dan maak je hem open. En dan zit er nog zo'n dingetje in. En dan is dit hem. Deze, een bronzer. Dus hier ben ik heel benieuwd naar. En ik heb hierbij één miskoop. Dit ruikt naar kokos. Maar als ik zo hem open doe en ik gebruik hem, dan ruik ik het niet, zeg maar. Wat ik ook had gekocht, was de Face and Body Bronzer van Sol. Dat is echt een mega tube, alsof ik... Nou, die tube is niet genoeg om mijn lichaam te bronzen, kan ik je vertellen. Maar dit ruikt naar kokos. Echt. Wow. Gadverdamme. Gadverdamme. Die ga ik verkopen. Ik kan het niet handelen. Ik vind kokos ook eerlijk gezegd zo vies. Ik kan het niet handelen. Echt niet. Ja. Ik zet hem wel op Facebook te koop of zo. Of op Marktplaats. En dan, ik heb hem natuurlijk wel opengemaakt. Maar ik heb hem nooit gebruikt. Hij is net nieuw. Ik heb van de week binnen gehad. Dus, maar gadverdamme. Goed, dat was een leuk einde van dit filmpje. Ja, die ga ik dus verkopen. Want dat kan ik echt niet hebben. Deze ruikt echt, deze ruikt ook naar kokos. Maar een stuk minder. Bedankt voor het kijken. En ik zie jullie graag de volgende keer weer. Dag! Muah.